Voor het eerst in de gecombineerde clubgeschiedenis van de zeilzwemsport en ZVO 1886 hebben de Leidse waterpolemannen de finale om de landstitel gehaald. De weg erheen was moeizaam. In de kwartfinale werd eerst de Zaan in een zenuwslopende reeks over 3 wedstrijden opzij gezet. In de halve finale voltooide zich een soort gelijk scenario. Titelverdediger AZC werd ook pas na 3 wedstrijden verslagen. In de finale wachtte UZSC. De eerste wedstrijd in Utrecht werd door ZVO 1886 met 9-5 verloren. De thuiswedstrijd in Zwembad de Zijl moest dus gewonnen worden om er nogmaals een beslissingswedstrijd uit te slepen. Onder het toeziend oog van honderden supporters werd meteen duidelijk dat UZSC van plan was de titel in Leiden veilig te stellen. De Leidse aanvallen stuitten telkens weer op een Utrechts blok, terwijl UZSC het net wel wist te vinden. En dat resulteerde al snel in een 0-5 voorsprong voor UZSC. Pas in de tweede periode scoorde ZVO voor het eerst. Thijs Versluis maakte er 1-5 van. UZSC scoorde nog eenmaal voor rust, 1-6. Na rust kwamen de Leidenaren iets vaker door de verdediging van UZSC heen. Maar toch was het de Utrechtse ploeg die verder uitliep naar 1-8. Met 2 goals van David Spijker kreeg ZVL weer een klein beetje hoop op de ommekeer. En met een goal van Jasper Haasnoot in de 4e periode werd het zelfs nog 4-8. Maar de tijd was te kort en UZSC liet zich niet van slag brengen. Aan beide kanten werd nog 1 keer gescoord, waaronder een goal van Adam Maclari. Voor captain Roland Spijker was het zijn laatste wedstrijd in de eredivisie. Die had hij liever afgesloten met een landstitel, maar de wedstrijd was gespeeld en daarom gunde coach Niels Jor hem in de laatste minuut een publiekswissel. Bij het eindsignaal was het 5-9 en dat betekende dat UZSC de 4e landstitel van de club mocht vieren. Nou, dan sta je hier in een leeg bad in de zwembad zonder de schaal. Waar ging het mis? Ja, waar ging het mis? Ik denk niet zozeer gisteravond dat het kon gebeuren. Dat weet je, speelt tegen een sterke ploeg. Ik denk misschien toch de spanning die erop stond. Waardoor je onnodig aangevallen tegenkrijgt in het begin. Tuurlijk, je speelt tegen de kampioen en ook van de sterkste tegenstander. En dat kan gebeuren. Alleen ja, het solide wat we eigenlijk in de verdediging normaal hebben, ja, dat waren we vandaag eventjes kwijt. En niet één, maar het was een soort iedereen leek te veel spanning. En ja, dan geef je het eigenlijk in het begin te snel uit handen. En je doet er wel alles aan om wat te doen. Maar ja, dan op een gegeven moment is het eigenlijk wel over. Ja, het is eigenlijk nooit echt een wedstrijd geworden, hè? Nee, daarna niet. Alhoewel, je weet nooit hoe het is met polo. Ook al sta je 4-5 doelpunten achter met de rust. Ja, wij hebben ook wel eens 5 doelpunten op rij gescoord. Dus wat dat betreft, geloof je erin. Het is wel een finale. En blijf je ervoor gaan. En die jongens zijn ook blijven polo en zijn gewoon lekker bezig geweest. Alleen ja, het is helaas net niet goed genoeg. Alleen, ja, het is wel de finale. Het is niet de kwartfinale, maar het is gewoon de finale. En dat sowieso trots. Roland, hoe sta je hier nu? Ja, heel veel gemengde gevoelens. Kijk, enerzijds wel trots dat we de finale hebben gehaald. Alleen ja, dat het gevoel overheerst wel dat we, ja, dat we vandaag gewoon niet goed genoeg waren. En ja, zeker in dit bad, met zo'n publiek, zoveel sfeer. En ja, dan moet je gewoon beter voor de dag komen. En dat is wel heel jammer dat het dat zo moet eindigen na zo'n reeks. Dat je toch eigenlijk een beetje laat wegspelen vandaag. En ja, dat gevoel overheerst wel op dit moment. Was dan ook bijna te mooi om waar te zijn. Eerste kwartfinale in de 3e wedstrijd over de streep gehaald. En dan later in de halve finale nog een keer. En dan in de finale ziet het er weer uit dat zo'n scenario weer kan gebeuren. Ja, natuurlijk. Het zou te mooi voor woorden zijn. Alleen ik denk dat wij in de kwartfinale gewoon een hele lastige tegenstander hadden. Waarvan je sowieso weet dat je beter bent, maar een hele lastige ploeg is. Nou, in de halve finale ja, laat je gewoon zien wat je kan. Zeker dit seizoen. En heb je eigenlijk de titelkandidaat nummer 1. Versla je in 3 wedstrijden. Dus ja, dat is alleen maar mooi. En dan, ja, dan tuurlijk, als je in finale speelt, ga je ervoor. Weet je, je gaat niet voor de tweede plek. En dan wil je winnen. En dan heb je gisteravond het niet gedaan, dat weet je. Ik heb tegen die jongens gezegd, ja, als je kampioen wil worden, moet je altijd de thuiswedstrijd winnen. Dus je weet wat je te doen staat. Dus in die zin was het gisteravond nog niet eens zo erg dat je verliest. Alleen helaas was het vandaag niet goed genoeg. Heb je een verklaring? Niet echt. Ja, het zijn wel een beetje de usual suspects die je dan. Zij hebben natuurlijk wat meer ervaring in finales. En wij kregen het gewoon heel moeilijk aanvallend. Kregen we gewoon niks erdoorheen, zeker in het begin. En,
Ja, dan zie je dat zij net wat geslepener zijn. En, ja, het is moeilijk te zeggen waar het echt aan lag. Of dat echt de stress is van de finale. Of dat zij gewoon beter waren. Ja, uiteindelijk is dat het. Hè. Ze waren vandaag gewoon beter. Hoe zou je dit seizoen samenvatten? Ja, als een seizoen met één grote opwaartse lijn. Zo simpel is het. Ik denk dat we vanaf het begin was het wat moeizaam met het spel. En in plaats van dat je een wedstrijdje met één doelpunt verschil wint of twee, zit je een paar keer aan de verkeerde kant van de streep. Maar we zijn er met z'n allen blijven werken, blijven gaan. En iedereen heeft een tandje bijgezet. En naarmate in de winterstop de tweede helft. Ja, natuurlijk op de resultaten van de tweede helft ben je gewoon eigenlijk de beste ploeg op dat moment. En dan bereik je ook die derde plek mee en de finale. En voor jou was het je laatste wedstrijd in de Eredivisie. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, het is wel even gek. In die zin, ik wist voor het seizoen eigenlijk al dat ik ging stoppen na dit seizoen. Ik heb vorig jaar al getwijfeld. En kijk, dit vind ik hartstikke leuk. Deze play-offs en de hele entourage eromheen. En die spannende wedstrijden door het hele seizoen vind ik wel leuk. Daar kan ik echt wel van genieten. Maar het is gewoon de periode van september tot februari. Dat valt me elk jaar een stukje zwaarder. En ik werk in Veenendaal, ik woon in Utrecht. Dus ik ben ook een hoop aan het heen en weer reizen hier naar Leiden toe. Dus... Ja, dat ging ik niet nog een jaar doen eigenlijk. Maar kan je het al missen, het waterpolo? Ja, kan ik nu nog niet zeggen, maar ik denk het wel. Ik heb, even kijken, 16 of 17 jaar hoofdklasse gespeeld nu. En 16, 17 jaar minstens 4 keer in de week getraind. En op een gegeven moment komt daar ook gewoon wel een bepaalde vermoeidheid, mentale vermoeidheid aan te pas. En dat overheerste eigenlijk vooral het eerste seizoenshelft. Het was ook gelijk de laatste wedstrijd van Roeland Spijker in de Eredivisie. Natuurlijk een hele belangrijke speler voor jullie. Een grote carrière achter de rug. Wat zou je over hem willen zeggen? Ja, Roel is gewoon een steunpilaar geweest voor dit team. Ondanks dat hij... misschien we hadden gehoopt dat hij misschien dan nu vandaag net een beetje extra... Maar ja, voor hem is het ook een lang seizoen geweest. De jongens van Utrecht die kennen hem door en door omdat hij daar gespeeld heeft. Dus hij krijgt geen ruimte. Maar ik denk dat Roeland echt de leider is geweest binnen het team. Waardoor we uiteindelijk hier hebben gestaan in de finale. Niet alleen maar om zijn leiderscapaciteit in het water, maar ook daarbuiten. Is gezorgd dat we met het hele team, alle jongens, dus niet alle 13, maar we zijn ongeveer met 16, 17 jongens die allemaal aanspraak maken op een plekje. En we zijn er met z'n allen altijd voor blijven vechten. En mede door Roeland, die ook een aanjager daarin is geweest. Heb je nog plannen om hierna iets te gaan doen? Ik denk het eerste jaar niet eigenlijk. Zoals het er nu voor staat, ga ik in ieder geval niet spelen. En ik ga me even richten op wat andere sporten. Even heel wat anders gewoon. Gewoon even wat minder prestatiedruk. En wat minder trainingsdruk. En gewoon even een jaartje relaxen. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Ja, nu even met een klote gevoel. Maar ja, dat lijkt me logisch. Weet je, als je dit bereikt hebt, wil je altijd meer. Maar ik heb net ook tegen die jongens gezegd van joh, het is nu even slikken. Maar dat beseft dat wij als eerste team van de ZEL, ZVL, ooit de finale hebben bereikt. Dat is al een prestatie. En natuurlijk wil je meer, alleen ik denk dat het besef bij iedereen, bij de jongens zeker, later komt wat we bereikt hebben dit jaar. En helaas geen eerste plek, maar een hele mooie tweede. En dan ging je al nog een ander nieuwtje er rond, of wil je dat nog niet verklappen? Jawel, het gaat al zo snel er rond inderdaad. Maar ja, ik word vader als het goed is in eind december. Dus ja, dat is ook een mooie timing eigenlijk, klaar met polo en dan een heel nieuw hoofdstuk. Dus, daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Een aantal jaar geleden werd er gezegd, we willen finales gaan spelen, we willen prijzen binnen gaan halen. Toen is een finale om de beker gespeeld, nu een finale om de landstitel. Waar gaat het heen met dit ZVL 1886? Ja, dat is wel iets wat je wil doen. En wij zijn een club met allemaal jongens die er hard voor werken. Ook een club die, heel simpel gezegd, in verhouding tot andere clubs... Waar er geen buitenlanders worden betaald of gehaald of andere spelers. Iedereen doet het echt vrijwillig en dat zie je ook. Daardoor de teamgeest is gewoon goed. En iedereen gaat voor het vuur door elkaar. En natuurlijk, er zullen wel weer wat wisselingen komen.
Alleen ik denk dat we hier altijd met de jeugd die we ook hebben door zullen gaan. En ja, altijd weer proberen om finales te bereiken. Alleen ja, het blijft altijd lastig. En dat je het dan nu bereikt is alleen maar mooi. Hoe zou je jaren bij de zeilzwemsport en nu ZVL 1886 omschrijven? Ja, het was fantastisch. En kijk, zoals je vandaag ook ziet wat een sfeer in het zwembad er is. En kijk, dat heb ik gewoon... Ik ben een hele tijd weg geweest, bijna 10 jaar. En dat mis je dan toch wel. En dan ben ik heel blij en trots dat ik bij mijn eigen club heb mogen afsluiten. En dat we ook nog in de afgelopen 3 jaar gewoon relatief succesvol zijn geweest. We hebben elk jaar de eerste 4 gespeeld in de play-offs. We hebben vorig jaar de bekerfinale gehaald. En dan nu eigenlijk klap op de vuurpijl dat je, dat je de finale van de play-offs haalt. En ja, voor mij is het prachtig. Alleen... Dat zal ik over een paar weken zal ik hierop terugkijken en dan, dan kan ik... Ja, dat is mooi, hè? Ja, precies. Nou, je snapt wat ik bedoel. Kijk, en ja, dit is gewoon mijn familie en mijn vrienden zitten hier allemaal. Dus ja, super trots dat ik hier heb mogen afsluiten.